Wilfred Gené is een bekend gezicht dankzij zijn rol in Vandaag is Uit, maar er borrelt een diep verlangen naar een nieuw avontuur. Wilfred, ik heb een vraag. Jij wilde toch ook een ander soort programma gaan maken? Hoe zit het daarmee? Vraagt Willeveel om een Roxane Kneteman. Het antwoord van Gené onthult een mix van frustratie en vastberadenheid. Dat loopt nog niet echt lekker. Dat schijnt heel lastig te zijn, omdat ik al zoveel doe bij deze zender, roepen ze. Ze zeggen, je bent geen testbeeld hier, hè, denk erom. De droom voor een solo-interviewprogramma, een kans om de diepte in te duiken verder dan de dagelijkse satire, lijkt ver weg. De zender houdt hem dicht bij het huidige succes, bang om hun steen te laten gaan. Maar Roxane, nooit bang om tegen de stroom in te roeien, stelt voor, waarom ga jij dan niet ergens anders neerleggen? Een suggestie waarop Wilfred antwoordt met een realiteit die velen in de tv-wereld herkennen, dat kan toch niet? Ik ben toch hier. Het gesprek neemt een wending wanneer Roxane het idee opent van harde onderhandelingen. Ja, hard onderhandelen, dat vind ik echt iets voor jou. Maar Wilfred legt uit dat zijn handen gebonden zijn door bestaande contracten. Ja, maar ik heb het toch al onderhandeld. In de zin van, ik heb dit contract toch getekend? Dan kun je toch niet tijdens het contract zeggen dat je lekker weggaat? Dat kan toch niet? Ondanks de obstakels blijft Wilfred hoopvol, we zijn nog volop in gesprek. We gaan wel even kijken. Ik sluit het zeker niet uit, maar het gaat niet zo snel als ik graag zou willen.